Goedemiddag en welkom bij een nieuwe challenge van Brothers in Games. Hoe weet je dat het middag is? Ja, het is avond. We recorden toch de middag? Nou. Ja, oké. Okay. Ik ben Jeroen. Ik ben hier met Lex. Hey. Dennis en Wessel. Hey. Hallo. En vandaag is de challenge in Minecraft een huis maken. Yay. En ik ben de jury, dus ik ga lekker hun beoordelen en zo. Dus dat wordt leuk. Er zijn een paar regels. Je moet binnen je vak blijven. En je mag dus ook niet iets, zeg maar, een boom maken die erover uitsteekt. Dat mag ook niet. Fuck the police. Je mag toch wel. Maar je mag wel naar beneden hakken, zolang het maar in je vak blijft. Oké. Okay. Maar ja, je mag dus niet boven de lapies uitkomen. Oh, jawel, dat ook. Alleen het mag niet, zeg maar, boven die rand komen. Oké, okay, nee, dat snap ik. Wat ja. Wessel, wat de fuck Wessel, aan Wessel doen? Is zichzelf aan het Oké, wat waren er nog? Er zijn nog andere regels? Of, je mag niet in elkaars vak komen en gewoon in je vak blijven. Oké. Zullen we beginnen? Oké, hoe lang hebben we? Ik zet heel even een timer. Maar ja. Ja. We hebben 10 minuten, toch? Dat was nog een regel. We hebben 10 minuten, krijgen jullie. Om een kei mooi huis en dan ga ik dus beoordelen of jullie pauper zijn of niet. Oké. En de 3, 2, 1, go. Woe. Ik heb dus geen idee wat ik wil bouwen. Nou, dat is wel pauper. Ja, ik zit echt zo gewoon naar mijn items te kijken van... Ja. Wat? Oh, fuck, en Dennis is hier dingen met wol aan het bouwen, zo, yo. Wol? Ja, met wol. Ik heb ook geen idee. Ik kan in dit stuk niks neerzetten. De helft van mijn vak. Hoezo? Nou, gewoon, ik kan niks neerzetten. Dat is bullshit. Natuurlijk kun je dingen neerzetten. Nee, social, ik kan er niks neerzetten. Wacht, doe dit eens, wacht. Ik zie ook echt gewoon... Doe nu eens. Ik zag Wessel gewoon met blokjes op de grond slaan en er gebeurde echt geen één. Geen één in shit. Ja, waarschijnlijk komt het omdat dat de spawn area is ofzo. Misschien. Oh, dat is toch handig. Ja, maar ik heb hem gewoon operator gemaakt, dan doet hij het wel. Oké, cool. Oké, dit wordt zo leuk. Maar dat maakt niet uit. Wauw. Nou, ik laat het ook wel even dag zijn. Hey, Jeroen, laat het even dag zijn. Nou, dat ga ik zeker doen. Nog 9 minuten. Ah, oh, shit! Die tijdsdruk. Ik ga helemaal mis. Ik heb nog Oké, ik vind het lelijke stairs. Laat maar. Ja, ik snap niet wat je aan het doen bent, eigenlijk. Hey, ik ook niet. Ik bedoel, ik ben heel erg onpartijdig. Wat lelijk, joh. Oké. Dit gaat helemaal niks worden. Wacht, we doen het anders. Hey, motherfucker, we hebben vak! Ja, ik vloog even uit de bocht. Zijn er marmer stairs? Ja, dat zijn de marmer stairs. Oké, cool. Wacht. Oh my god. Tempel, jongen. Oké. Hey, het moet een huis worden, hè? Geen tempel. Tempel is het huis van God. Telt dat ook? Nee, zo werkt dat gewoon niet, sorry. Okay. Maakt niet uit. Dat komt goed. Ik maak nog 8 minuten huis. Dan komt er allemaal dirt op en dan moet je het schoonmaken en zo. Zo, dat ziet er wel een beetje uit als een of andere tempel of zo. Hey! Dat was ook helemaal oké. Wessel die maakt een schapenfabriek en Wessel maakt een normaal huis. Ja. Oké. Ja. Jullie weten dat je er ook niet moet kunnen wonen of zo. Jongen, wie gaat nou wonen in zo'n huis? Ja, dat snap ik ook niet, maar ja. Wie gaat nou weer wonen in een tempel? Het is geen tempel. Je ging toch een tempel maken? Het is retro. Ja. Ja, retro. Nice. Retro. Het is retro lelijk, dat is wat het is. Maar jouw hoofd is retro lelijk. Moeder is retro lelijk. Oh, laat het niet persoonlijk maken. Nou, die taal weer, jongens. Hè? Hoe dat nou weer allemaal? Ik ben niet zo modebewust, dus ik weet niet of dit mooi kleurt. Het is op zich wel mooi, vind ik. Maar het zal wel. Kleurt met je ogen. Het lijkt meer op een arena. Ja, inderdaad. Eigenlijk had je gewoon het hele vak moeten gebruiken. Dus ik heb meer gladiatoren nodig. Wat is dat? Hey, niet pieken. Ja, dat mag niet. Hoezo, dat staat niet in de regels. Je mag wel kijken, maar je mag niet in zijn vak komen.
Oh ja, net zoals op jouw toets, Dennis. Stond ook niet. Net zoals op jouw NLT-toets, stond ook niet niet speaker. Nee, dat stond niet in je binos kijken. Dat stond er niet op, dat stond niet in je binos kijken. Nee, dat stond alleen niet op je binos kijken. Nee, dat stond er ook niet. Oh, oké. Okay. Wat stond er dan wel? Nou, niks. We hebben toch nog wel even... Nog 6 minuten. Maar die toets... Die toets is dan, wordt dan misschien ongeldig verklaard, maar boeien. Wat zeg je, Wessel? Ben jij stil? Omdat ik niet weet wat ik aan het doen ja, ben. Ja, je staat echt gewoon te dansen een beetje om een vakje. Waarom maak je er niet gewoon iets Romeins van of zo, weet ik veel? Ja, dat was ik aan het doen, maar... Oh, het ziet er niet zo Romeins uit op dit moment. Hou je bek. Hey, Jeroen, hoe lang heb je nog? Oh, nu wel. Oh my god. Het is net alsof het echt uit Rome komt. Alleen dan... Deed ik. Niet. Alleen dan apart. Alleen dan apart. Hey, Zwabber, hoe lang heb je nog? We hebben nog... 5,5 minuut. Oké. Dat is niet helemaal zo mee. LOL! Wat? Oh... Dat is toch geen huis, jongen? Nee, als ik zeg dat het een verkruis is, het een verkruis, oké? Okay? Ja, nou, dat is wel creatief. Dat is het probleem. Hij is helemaal mooi. Het komt niet uit. Fuck. We staan een beetje onder tijdsdruk, oké? Okay? Nou, echt vijf hoor. Minuten. Het is echt... Laat me met rust. Inrichting telt ook mee, hè? Okay. Wat? Windrichting? Ja, windrichting. Oh, nee, ja. Dat maakt voor uit. Nee, dat... Nee. Oké. Oké, fuck dat. Ik pak mijn boom erbij. Even wat extra bomen omzagen, jongens. Momentje. Ik hoor de ketting staan. Oh, dit is echt lelijk. Ja, ik heb echt geen tijd om nog de inrichting te doen, hoor. Ik zeg alleen dat je de extra punten mee krijgt. Er zit geen inrichting. Nou ja. Oh mijn god. Dit is echt de lelijkste creatie die ik ooit heb gemaakt. Ja, ik blijf neutraal hierin. Tot. Ja, tot ja, zo. Ja, zo meteen inderdaad, ja. Want dan moet ik jullie gaan afslachten. Ik bedoel, gaan oordelen. Oordelen. Nee, maar dit komt... Komt hetzelfde weer, toch? 4 minuten. Oh. Ik heb geen tijd om nog een dak op te zetten, denk ik zo meteen. Ik weet al waarom ik geen architect wil worden. Dat is keidroog. Ah ja, ik heb in ieder geval een dak, dus dat scheelt. Zo. Ja. Dat is wel heel wat. Dat is echt prachtig. Het lijkt. Oké. 3,5 minuut. Ik kan er niet wat uitstel vragen. Nee. Uitstel doen we niet aan, dan is het geen challenge meer. Ja. Ben je goed in, hè? Uitstelvragen. Ja, maar kijk dan! Oh my god. Stained glass. Okay. Echt geen tijd. Oké, okay, we blijven... Dat ding voor jou ziet eruit als een party tent. Hey, het is een party tent. Oh, prachtig. Het is een Romeinse party tent, oké? Okay? Oké, wat is een mooie vloer. Stel. Of een bordeel, want alles is rood en zo. Oh, dat kan ook natuurlijk. Ja, weet je, nee, ik kan ook gewoon, I guess. Ah, ik moet een vloer hebben. Snel! Oké, dit vind ik heel mooi. Ah, nee, dat is echt een leegste vloer ooit. Hoe lang hebben we nog? Nog 2,5 minuut. Gewoon geen tijd meer. Tot tijd druk. Oké, okay, snel vloer erin gooien. Snel. Gast, het lijkt net op 3 vloer gekotst, zo. Bij mij? Nee, bij best. Oké, bij mij niet. Nou, dat zou niet mooi zijn. Wat op. Ik bedoel, hele mooie vloer, Wessel, ga zo door. En zo. Het is helemaal mooi. Ja, nee, het zet dan weg aan, het duurt wat te lang, jongens. 2 minuten. Nee! Oh my god. Had ik hem maar gewoon een deur thuis gemaakt. Ja, echt, had je ook punten voor gekregen. Nou ja, niet zoveel, denk ik. Nee, maar ja. It's something. Ja, inderdaad. Oké. Ik moet het gewoon simpel houden. Oké, kijk, ik moet gewoon even bricks. 1,5 minuut.
ik zit dingen op de grond te gooien. Ah, kut. Ik weet niet waar ik de vloer van moet maken. Oké, okay, even de artistieke finishing touch. Oké, fuck dit. Jongens, kom op. Minecraft, help me. Minecraft doet niet aan mensen helpen. Nee. Minecraft maakt alleen mensen. Merk ik. Nee, kom op, ik heb nog maar... Oké, okay. Dit is echt lelijk. Zo, nee. Zit ik nu... Zit ik buiten mijn... Oh ja, ik zit buiten. Oké. Het is nog niet iets wat gaat ontploffen, hè? Heb je bijvoorbeeld iets hier gedaan? Dan ben je wel gedisqualificeerd, natuurlijk. Start het backup. Dat is een goed idee, even... Ja, inderdaad. Je automatisch die backup maken. Automatisch als Dennis die een team maakt. Ja, automatisch als Dennis. Oh, dat wordt een halve minuut. Oké. Okay. De vloer krijg ik in ieder geval af. Oké, okay. Fair enough. 20 seconden. Dat ging snel. Oh, wacht. Het is maar... Torches, snel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1, stop. Kak. Oké. Nou ja, ik wil wel even de andere creatie zien. Oké. Okay. Oh, wauw. Nou, dan ga ik eerst... Wat is dit? Een cadeautje. Dit is wel echt een tempel. Nou, ik moet zeggen, al dat rood, wordt het wel lekker knus van bij jou. Ja, hè? Het wordt een lekker hoerenhuis. Ja, het enige wat nog mis is lampjes die ook rood zijn eigenlijk. Nee, kijk maar, ik heb red van toortjes. Okay. Die van Dennis maar het laatst gaan kijken. Jullie mogen nog niet boxen. Nou, eigenlijk moet ik de boxen, maar ik moet het beoordelen. Ja, maar zo meteen ga ik het huis presenteren, dan Ja, boom. Ja, oké, okay, ik begin wel, ik heb Niet alle lieven zitten, niet alle lieven zitten! Oké, okay, wat vind je van mijn huis? Apart. Oké. Nou, okay, het heeft wel hele mooie en rode tinten en ik word er helemaal blij van en zo. Oké. Ja, maar kijk, nu is hij nog verder aan het versieren. Dat vind ik niet kunnen. Oh nee, dat deed ik per ongeluk. Ik probeerde hem... Ja, nee. Oké. Okay. Desqualificatie. Nee, oké. Okay. Dan ga ik even bij Wesp kijken. Ja, oké. Okay. Praktisch. Zeer praktisch. Het enige wat ik hier niet aan mag is de blauwe ramen. Blauwe ramen zijn gasten, je moet rood. En er zijn allemaal andere dingen en dan doe je blauwe ramen. Je zit toch niet onder water? Wessel, je moet wel uitkijken dat er geen onkruid tussen je bakstenen groeien. Oké. Oké, mijn huis. Oké, wacht. Ik ga weer ham and eggs. Ik ga even kijken of hij het doet. Wacht even. Hij doet het niet. Ja, nou, hij kan het heel goed. Oh, wat is dit? Hij burnt. Hij doet het! Jongen, je zet je eigen huis in de fik. Nee. Oh, het is een obsidian lul. Nou, ik moet zeggen dat het echt de meest lelijke obsidian lul is ooit. Ja, ik kon niet echt. Jij weet duidelijk niet hoe een piemel eruit ziet. Wacht even. Even kijken. Nee, hij heeft ook niet echt wat aan het interieur gedaan. Ja, oké. Okay. Nee. Bij deze... Zit niks wits in ofzo, dus nee, sorry. Nou, bij deze is, dus, is Dennis dus gedisqualificeerd. Oh, je hebt ook geen credit. Niks. Je krijgt trouwens wel credits voor je originaliteit, what the fuck man. Je bent echt. God. Nee, oh joh. Oh my god! Het enige wat ik wel mis is inderdaad iets wits. De functie om er werkelijk in te wonen. Dat is wel een beetje brandgevaarlijk. Ja, dat ook. En een stom tikgeluid. Nou, fijn. Dat wil je ook niet. Maar ja, kijk, om daar nou naast te wonen is ook niks. Dus ja, Wessels huis valt ook af, denk ik. Nou, ik denk dat Lex Roen? Deze heeft gewonnen, want ja... Yay! Lex is geen huis. Nou ja... Nee, Lex is... Hey, bij jou is het ook geen huis, bij jou is het meer een schuur. Hey. Ja, inderdaad. Dan zou ik mijn koeien niet eens durven in te zetten. Hij heeft tenminste een mooi tapijtje, en dat is rood en zo. Ja, inderdaad. Kortom, nou, plus 1 voor Lex. Dennis, plus 1, Dennis ook wel een plus 1 voor zijn originaliteit. En Wessel, je bent pauper. Ja, oké. Maar hij is het wel redelijk.
Jongens, laat in de comments even weten. Opgebrand. Laat in de comments even weten wat jullie ervan vinden. Of jullie ook vinden dat ik heb gewonnen. Of dat jullie eigenlijk vonden dat Wessel het mooie huis. Met mijn huis. Of dat Dennis brandgevaarlijke Chili en Lul moest winnen. Laat het even weten en zien jullie in ieder geval in de volgende challenge. Ah, yeah. Stop messing with my head.